Loving how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. She just wanna highlight. Ooh wee, that body talk to me. I need a taste, baby. Taste, baby. Loving the way, loving the way you move around me. No more delay. No, you can't wait to shut it down. Hi guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik moet wel zeggen, het is vandaag donderdag, dus het is niet een volle weekvlog, maar ik ga zoveel mogelijk voor jullie filmen. De afgelopen dagen voelde ik me niet echt heel erg lekker, dus vandaar dat ik niet heb gefilmd. Maar vandaag heb ik weer iets leuks te doen. Ik heb een event met mijn management weer, de Female Area. Dus we gaan naar Wonder en ik denk we gaan naar rolschaatsen. Ik weet niet precies wat we allemaal gaan doen, maar we gaan dus volgens mij rolschaatsen. En ja, daar heb ik wel zin in, dus daarom ga ik vandaag ook gewoon weer even beginnen met vloggen. En in de avond ga ik lekker uit en waarschijnlijk naar R, want daar released Trobi zijn nieuwe album. Dus ik denk dat we daar naartoe gaan. En trouwens, Bouke is vandaag naar huis gegaan, naar Dubai. Dus dat vind ik echt heel jammer. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien, jongens. Mijn kamer is echt een bende. Echt niet normaal. Kijk even. Kleding ligt overal. Maar ik heb wel een spiegel waar ik kan laten zien wat ik aan heb. Ik heb dus denim om denim aan, wat ik wel eens vaker heb. Dat was setje. Alleen ik heb hieronder een wit hemdje. Alleen ik weet niet of het koud was. Dus ik heb even Bouke zijn off-white hoodie eronder aangedaan. Maar ik denk dat dit weer te warm wordt hoor. En mijn off-white sneakers, of course. Ik wist niet zo goed wat ik aan moest doen, want ik weet niet wat het plan wordt. Oh ja, en ik heb deze oorbellen in. Voor het eerst van de Zara zijn deze. Ook wel moeilijk om te combineren, maar ik denk dat het wel leuk is zo als ik mijn hoodie uitdoe. Ik heb wel net bij Bouke ontbeten, maar ja, ik heb nog wel een beetje honger. Even wat parfum opdoen. Jongens, deze parfum van Odeon is echt de beste. Het ruikt zo lekker. En ik doe even wat op mijn lippen. Ik weet nog niet of je een mondkap moet dragen in het OV. Dus ik weet ook, ja, ik neem hem wel mee. Ik vind dat echt kut. Mijn lippen zijn zo droog. En dan nog heel even mijn wenkbrauwen, want mijn haartjes zijn zo lang. Zo. Oké. Oké, wij zijn nu bij Wonder en we hebben onze rolschaats aan. Bounce to open, bounce to close. Nice. And bounce, bounce. Okay. When you okay, wij zijn nog lekker aan het rolschaatsen. Oh, we hebben net een heel dansje gedaan. En ik ben daar. Vind je het leuk? Ja, het gaat. Met wel vermoeiend, hè? Oh, er valt net laat. Valt net gewoon een seconde gat in. Ja. Maar het is echt gewoon een hele workout eigenlijk. Maar het is wel heel gezellig. Loving how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. She just wanna highlight. Ooh wee, that body talk to me. I need a taste, baby. Taste, baby. Loving the way, loving the way you move around me. No more delay. No, you can't wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can't find no flaws, you perfect. 'Cause every time that you come around my way, I keep falling, falling again. I keep falling, falling
of your era. Nou, dan zie je echt een mooi dansje. Ja. Nou, ik ben weer lekker thuis en het was echt zo gezellig. We gingen dus om 2 uur gingen we bij Wonder rolschaatsen. Dat was echt leuk. Ik had het nog nooit gedaan eigenlijk. Volgens mij niet eens toen ik jong was. Alleen geskileerd of zo. Maar het was zo grappig, want we gingen ook een paar dansjes doen. En het was gewoon weer leuk om alle meiden weer te zien. En toen ben ik naar huis gegaan. Ik ben nu thuis en ik ben echt helemaal ingekakt. Dus ik ga even lekker hier in bed chillen. Ik heb even koekjes gepakt. En ik ga vanavond dus naar de R. Ik ga denk ik wel proberen even te slapen, denk ik. Maar ik moet over een uur alweer gaan klaarmaken. Ja, een uur. Oh. Nou ja. Ik zie jullie zo meteen. Zaterdag. Gisteren heb ik niet gevlogd omdat ik dus een ontzettend erge kater had van donderdag. Dus ja, het was niet heel erg interessant om te filmen. Ik heb de hele dag in bed gelegen. Maar vandaag ga ik wel weer gewoon eventjes actief bezig zijn. En ik ga denk zo meteen eventjes lunchen met mijn moeder bij de Polderboom, denk ik. Want ik moet om 5 uur oppassen in Amsterdam. Weer vanuit Amsterdam. Dus daar heb ik echt zin in. Ik ga ook echt even niet uit. Gisteren ben ik niet uit geweest. Vanavond ga ik ook niet uit. Ik kom net uit de douche, dus mijn haar is nog een beetje nat. Dus ja, ik heb pas zin. Ik moet om van 5 tot 10 uur 's avonds oppassen of zo. Ja, dus ik heb daar wel zin in. En ik moet voor de rest nog even mijn kamer opruimen, want dat is echt 1 grote bende. En het is trouwens nu al 12:30. Ik ben echt super lui door mijn bed uitgekomen. Maar ik ga eventjes lekker ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Oké, ik ga even lekker een yoghurtje maken met aardbeien. Nog wat fruit dat over is. Oh, trouwens, ik zie dat dit niet meer goed is. Godverdomme. Oké, nou, daarom vond ik diepvriesfruit echt het beste. Deze aardbeien komen gisteren van de markt, maar dan weet je altijd dat het nog goed is. En misschien wat passievrucht of zo. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik zie trouwens nu dit hier liggen. En oh my god, jullie beseffen niet hoe graag ik dit uit wil proberen. Ik denk dat Estelle dit heeft gehaald, want die is altijd van die rare cornflakes. Maar het ding is alleen, ik eet geen melk of drink geen melk. Dus ik weet niet zo goed met welke melk je dat dan kan vervangen in cornflakes. Want sojamelk lijkt mij niet heel lekker. Dus misschien hebben jullie tips voor als je melk wilt drinken in je cornflakes, maar geen echte melk.
Want ik weet niet welke lekker is. En ik wil echt heel graag cornflakes eten. Ik heb dus toch een klein beetje gemaakt. Omdat ik dus zo meteen ga lunchen. Dus ik heb alleen fruit in de yoghurt gedaan. Het ziet er niet lekker uit, maar het is wel te eten. Oké, ik heb me even een klein beetje opgemaakt. Ik heb mijn wenkbrauw gedaan en wat concealer. Mijn huid, jongens. Ik ben gewoon een of andere manier allergisch voor alcohol. Want het breekt helemaal uit. Dus vandaar dat ik ook niet een hele make-up look op ga doen. Trouwens, de wifi ligt er bij ons echt al 3 dagen uit. Dus we zitten de hele tijd op ons 4G of 5G. Dus dat is echt vervelend. Want mijn was dus opgeraakt. Alleen nu hebben we dus van KPN nieuwe gekregen. Omdat het dus hun schuld is ofzo. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik zie wel dat de zon schijnt. Maar ik weet niet of het warm buiten is. Dus ik heb gewoon die zwarte body aan van de Zara. Het echt heel slecht licht hier. Met deze blazer van de Bershka. Mijn broek is nieuw van Naked. Er zal nog een haul van online komen. En mijn schoenen die ik aandoe staan beneden. Dus die kan ik nu niet laten zien. Ja, het kan ook echt niet zitten. Het is echt erg. Maar even kijken. Misschien. Oh, ik heb laatst geen inspiratie voor tassen meer, joh. Ik denk dat ik gewoon deze keer gedragen. Die heb ik volgens mij nog nooit gedragen. Dus ik ga nu even lekker lunchen met mijn moeder. Ik ben weer thuis van het lunchen. Ik was na het lunchen nog even het dorp ingegaan met mijn moeder. Mijn moeder heeft echt super veel geshopt. Alleen ik heb niet echt wat dingetjes gevonden. Maar wel 2 tasjes bij Primark. Want daar zijn we dus ook eventjes in gegaan. Ik kom eigenlijk in Hoofddorp nooit in de Primark. Omdat ik het hier altijd wel tegen vind vallen. Maar ik had op Instagram bij iemand een heel leuk tasje gezien. Dus ik dacht, oké, ik kan altijd nog proberen om te kijken of hij hier ligt. En toen zag ik hem dus in zijn eentje hangen. Dus ik ben blij dat ik hem heb. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Deze. Ja, en ik vind dit blauwe dus echt super leuk. Ik heb hem eigenlijk nog niet opengemaakt. Hij heeft zo'n strap. Ik vind hem wel sowieso leuk voor een foto. Ik weet niet of ik dit ook zou dragen om uit te gaan. Iets misschien voor naar de stad of zo. Maar deze. En ik zag ook nog deze hangen. Ik vind deze heel cute voor Ibiza of zo. Voor als ik gewoon zo'n wit strandjurkje aan heb. Dan heb ik gewoon zo'n klein tasje. Hier zit ook een strap bij, zie ik. Oh, dit is leuk. Het is echt zo'n mandje. Hier past wel echt veel in, joh. Oké, dit is wel heel leuk. Even kijken hoeveel deze waren. Deze was 12 euro. En deze, hier zat geen kaartje aan. Maar ik denk dat deze ook gewoon 12 euro is. Ik moet dus nu ook gelijk oppassen. Dus ik heb een beetje, ja, ik ga geen make-up op doen of zo hoor. Maar ik zie er wel een beetje bleek uit. Dus misschien dat ik even wat bruine poeder of iets op doe. Ja, ik denk ook niet dat ik wat mee ga nemen. Misschien even mijn agenda. Dat is wel handig. Ik ga even een goede tas vinden voor mijn spullen. En dan zie ik jullie zo meteen. Hi guys, ik weet serieus even niet meer wanneer ik voor het laatst heb gefilmd. Maar het voelde wel een beetje alsof mijn vlogs steeds minder leuk werden. Dus ik ben eventjes een paar dagen gestopt ermee. Want ik ben heel erg ziek geworden. En ik weet niet door wat. Alleen ik voel me sinds vandaag wel weer beter. Dus ja, ik dacht ik doe even een kleine soort van shoplog. Ik weet niet. Ik denk dat ik deze week, deze video komt nu op woensdag online. En ik weet niet of ik de rest van de week nog een video ga maken. Omdat ik de laatste tijd niet meer echt veel content heb om te filmen. En ik heb er ook niet echt plezier mee dan. Ik ga het gewoon even aankijken en jullie zien vanzelf al wanneer er weer echt een weekvlog online komt. Maar op dit moment, ja, dacht ik gewoon van, ik filmde een beetje half elke dag. En ja, ik had dus ook heel erg weinig energie elke dag. En nu gaat het wel weer, maar ik denk niet dat ik deze week een weekvlog ga maken. Maar ik heb in deze tijd wel een aantal dingetjes ontvangen. En ik heb vandaag ook wat gekocht. Dus dat wilde ik aan jullie laten zien. Ik begin wel even met Chiquel, want daar heb ik dus een samenwerking mee. En ik heb weer 4 items van hun mogen ontvangen. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Dat is Isabelle20 en daar krijgen jullie 20% korting mee. Dus ik ga jullie de items laten zien en dan ga ik ze ook voor jullie aandoen. Ik heb dus eigenlijk weer alleen maar topjes besteld, omdat ik het daar altijd best wel lastig vind met broeken. Ik heb als allereerste dus een beetje, ik moet hem eventjes, hij zit binnenstebuiten, een gebreid setje. Ik weet niet of het licht hier trouwens goed is, maar het is een gebreid topje.
En ik vond dit heel erg leuk op mijn jeans. En als ik misschien op vakantie ben. Deze. Het licht is hier wel echt vervelend. Dit is dus het topje. Ik kan het niet goed zien. En ja, ik denk dat dit heel erg leuk is in de zomer op een jeans. Of misschien een keer met een beachy outfit. En deze heb ik in een maat XSS. Ik moet wel zeggen, hij lijkt best wel kort. Maar daarom misschien leuk voor in de zomer. Dan heb ik gewoon een, ja, een zwart, kunnen jullie het zien? Een zwarte top. En het is een beetje een soort van corset idee. Want hij heeft hier dus van die clipjes. Dus daarmee doe je hem ook dicht. En dit is de achterkant. Dus deze. En deze heb ik in een maat S. Dan, dit is zo'n top. En dan doe je die zo crossed om je nek heen. En deze zijn dus off-shoulder. Ik weet niet of jullie echt kunnen zien wat ik bedoel. Maar deze had je ook in meerdere kleuren. In het wit volgens mij en in het zwart. Maar ik heb hem dus in het beige genomen. En deze heb ik in een maat XS. En als allerlaatste, hier ben ik wel echt blij mee. Even kijken. Die zit ook binnenstebuiten. Dit is gewoon een witte top. En deze is een beetje zo gekruist. Maar jullie moeten het maar allemaal even aanzien. Want dit tailleert dus echt super mooi. En dit is gewoon zo'n wit ribbelstofje. En deze heb ik in een maat XSS. Dus ik ga dit even aandoen. En dan zien jullie hoe het staat. Oké, het is dus best donker geworden. Dus ik film eventjes bij deze spiegel. Want die geeft nog een beetje licht. Maar dit is de top. Ik vind hem echt cute. Zoals ik al zei, ik dacht al dat hij iets te kort was. Maar ik vind het wel het hebben. Misschien ook wat op een cargo pants. Maar ik heb mijn BH-bandje zo naar beneden gedaan. Want je moet er dus wel iets wits onderaan doen. Nu zie je mijn BH er doorheen. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik deze ga stylen. Maar dit is wel heel erg leuk voor op vakantie. Oké, dit is de zwarte corset top. Hij zit echt heel mooi strak. En hij sluit ook echt mooi aan op mijn boobs. Dus ik denk dat ik dit wel echt aan ga doen op een avondje uit. Ik heb hem nu ook op die cargo pants aan. Daar vind ik hem ook wel leuk op. Het is wel een basic outfitje, maar voor een avondje uit is dit wel heel fijn. Of ja, misschien op een blazer. Maar ik vind het ook wel leuk dat er nog zo'n structuurlijntje in zit. Dus hier ben ik ook echt blij mee. Dit is de top die zo'n leuke nek heeft. Ik vind het wel leuk, maar ik weet nog niet zo goed wanneer ik dit aan kan doen. Misschien meer als je uit eten gaat of zo. Ik heb trouwens mijn BH-bandjes naar beneden gedaan. Dus misschien zie je dat nog een beetje. Ik denk dat je hem trouwens ook niet gedraaid kan dragen. Voor als het te strak zit, maar bij mij zit het wel oké. En ik vind het wel echt de top wat leuker maken. Ik vind dit wel heel erg cute. Gewoon met zo'n strakke staart of zo. Is wel echt leuk. En dan heb ik als allerlaatste deze witte top. En dit is echt mijn favoriet. Kijk hoe mooi die aansluit. Ook op je buik. Dit is de achterkant. Ik weet niet of ze hem nog in meerdere kleurtjes hadden. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. En dit is ook gewoon leuk voor overdag. Als je toch nog een leuke top aan wilt. Vergeet niet mijn kortingscode Isabelle20 te gebruiken. En dan gaan we nu door naar de rest wat ik nog meer heb gekocht. Oké, dan ga ik nu verder met de rest. Ik heb dus ooit bij de Zara van die blauwe satijnen-achtig stofje over niezakken gezien. Maar toen ik ze had gezien, dat was de enige maat die er lag, was volgens mij maat 37. En dat is natuurlijk niet mijn maat, want ik heb maat 40-41. En daarna, ik heb echt bij elke Zara gevraagd. Ik heb op de webshop gekeken. Ook niet. Ik heb een bouw gevraagd of hij in Dubai kon kijken, maar ook niet. En nu heb ik ze dus gevonden op Vinted en ik ben echt verliefd. Ik hou sowieso van blauw, maar ik heb ze nu eindelijk. En ze zitten nog helemaal in de Zara doos. En kijk. Dit zijn ze. Oh my god, jongens, ze zijn zo mooi. Maar ik hou gewoon van blauw, dus ik denk ook, ja, dat ik ze daarom zo graag wilde. Alleen, ze zijn dus echt nog helemaal niet gebruikt, zoals je kan zien. En het zat ook nog helemaal mooi in zo'n stoffen zakje. Hoe je ze dus echt bestelt. Er zit nog papier in die schoen. Dus ja, ik ben er wel echt blij mee. Ik heb ze wel gepast aan de kleine kant. Maar ik denk dat ik dit ook vooral voor foto's gewoon vet vind. Ik ben hier zo blij mee. Ze zijn echt prachtig gewoon. Die andere zit dus nog in zo'n dust bag.
Als je iets op de achtergrond hoort, dat zijn mijn buren. Kijk, oh my god. Ik kan niet wachten om dit te dragen als ik uitga of zo of naar een restaurant. Deze waren dus in de winkel. Volgens mij, toen ze uitkwamen, waren ze iets van 80 euro of misschien wel meer. Kijk hoor. Oh, ze waren 70 euro. En toen ik ze in de winkel zag, toen de sale er was, waren ze 12 euro. En ik heb ze gekocht voor 60 euro op Vinted. Maar ja, ik snap het wel, omdat ze natuurlijk niet meer te verkrijgen zijn. Dus. Dan heb ik van een superleuk merkje een gepersonaliseerde armband ontvangen. Even kijken. Het merkje heet By Loro. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Het is By en dan L-O-R-O, Loro, denk ik. En zij maakt dus van die armbandjes. Ik denk dat het alleen armbandjes zijn. Ik ga even ook het in de beschrijving zetten. Zodat jullie zeker weten dat jullie op het goede account zitten. Voor als jullie het ook willen. Maar zij personaliseert dan armbandjes met initialen. Kijk, ja, alleen armbandjes denk ik. Of ook ringen. Nee, ik zie alleen armbanden. Dit is haar Instagram account. Even kijken. Is het. En zij heeft dus deze voor mij gemaakt. Ik heb zelf mijn letters uitgekozen. Ik heb dus de I en de L van Isabelle Lois. Ik denk dat ik dit het mooiste bij elkaar vond passen. Ik dacht misschien wel leuk met iets met een B, maar ik vond dat niet zo mooi bij elkaar. Dus ik heb gewoon de I en de L gedaan. En ik ben hier echt blij mee, want ik zag dit echt al super vaak. Trouwens, je kan hem dus, ze heeft verschillende maten. En je kan hem ook verstellen, want je kan hem een beetje bij elkaar knijpen. Kijk hoe mooi. Ik ben er echt blij mee. Ik vind het ook echt mooi bij een horloge of bij ringen of zo. Dus deze heb ik van haar gekregen. Ik neem vooral even een kijkje. Want ja, ze maakt dus echt met alle letters en combinaties. Dus ik denk dat het wel waard is. Oké, okay, en dan voor de rest ben ik nog naar de Zara geweest en Normal. Ik zal als eerst even laten zien wat ik bij Normal heb gekocht. Ik heb dus als allereerste dit gehaald voor je haar. Doe je zo om je hoofd, denk dat jullie het wel kennen. En dan wikkel je zo je haren omheen. Ik dacht, het is wel handig, want ik heb geen badjas lus of iets. Hier staat het op hoe je het doet. Ik denk dat ik dat vanavond zal gaan uitproberen. Dan heb ik een BB cream gehaald van Garnier. Deze had ik al in de kleur, ik weet niet, light. Maar ik merkte dat hij echt te licht was. Dus ik heb nu een medium gehaald. En bij de winkel Normal is trouwens alles goedkoper. Dus vandaar dat ik daar gewoon eventjes ging shoppen met Norm. Dan heb ik gewoon een droogshampoo. Die had ik nodig. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Dus ik ben wel benieuwd. En elastiekjes. En ik had nodig zonder zo'n zilver clipje. Of noem je dat? Sluitingje. Maar dat is natuurlijk super slecht voor haar. Dus ik heb deze. En ik had deze bij de Albert Heijn gehaald. Proteïnerepen, jongens. Deze zijn echt ziek lekker. Dus ze zijn ook met karamel zeezout, volgens mij. Ze zijn echt lekker. En dan had ik bij de Kruidvat. Ik wilde dus heel graag zonnebrand voor je gezicht. Dus ik heb deze gehaald. En ik heb gehoord dat deze echt super goed zijn van Bioderma. En dat was 1 plus 1 gratis. Dus ik heb eentje van 50 SPF. En deze is dus matterend. Ze zijn beide gewoon voor je gezicht. En eentje van 30 met Hydra Plus. Dus ik ben er echt benieuwd naar. En ik heb gehoord dat je er ook heel erg lang mee doet. Dan heb ik bij de Zara nog een witte body gehaald. Want dat had ik nodig. En deze zag er wel echt mooi uit. Hij heeft gewoon zo'n ribbelstofje. Deze was volgens mij 12 euro of zo. En ik had dus ooit bij de Zara in Malaga van die hoops gehaald. En ik zag nu dat ze 1 maatje kleiner hadden. Dus ik dacht, als ik een keer gewoon een basic look wil, kan ik deze dragen. Ik vind het wel echt heel erg leuk. En deze waren 10 euro. Dus dit waren alle items. Ik denk dat ik de vlog ook ga afsluiten, anders wordt hij een beetje te lang misschien. Ik heb hem nog niet geëdit, maar ik houd hierbij. Ik heb alle merkjes gelinkt waarmee ik dus een samenwerking heb in de beschrijving. Dus kijk vooral even als jullie iets leuks zagen. En ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden, ondanks alles zo chaotisch is gegaan. Maar ik zie jullie hopelijk volgende week weer. Oh, my God.